hier. Ik ben zo opgewonden, want vandaag deel ik namelijk een supercoole hoe knutsel ik zelf een eenhoorn tutorial met jullie. Dus laten we beginnen. Oké, deze eenhoorn is echt de perfecte accessoire voor in je kamer of om cadeau te geven aan een vriendje. Het enige dat je nodig hebt is karton, allerlei stroken gekleurd papier. Ik gebruik dit dunne vloeipapier, hobbylijm en een verfkwast. Oké, stap 1. Gebruik gerecycled karton zoals dit om er een 3D-eenhoorn van te maken. Ik zal de instructies hieronder in de comments van de video zetten, zodat je precies kunt zien hoe dat moet. Zodra je eenhoorn van karton klaar is, kun je hem gaan versieren. Ik doop mijn verfkwast eerst in de hobbylijm en smeer de eenhoorn er dan helemaal mee in. Dan pak ik het papier, kijk zo, en beplak de hele eenhoorn ermee. Zo makkelijk is het! Plak alle stroken erop tot hij helemaal bedekt is. Dit is vreemd. Dit stukje papier glimt helemaal. Wow! Volgens mij staat er iets opgeschreven. Maar het is zo klein dat ik het niet kan lezen. Deze kleine boodschap vraagt om een klein onderzoek. Ben zo terug! Tiny Power! Wauw! Het is een landkaart. Is dat een lama? Een eenhoorn? Saturnus? Dit is zo cool! Lila en Shawnee moeten dit zien! Go big! Meiden, jullie moeten echt snel komen! Ik voel net een mini-landkaart tussen mijn eenhoorn knutselspulletjes. We komen er nu aan! Dat is echt een kleine landkaart, zeg! Ja, en ik denk zomaar dat er een groot avontuur in verstopt zit. Zullen we kijken? Graag, ik kan echt niet langer wachten. Tiny Power! Hebben jullie ooit zulke betoverende plekken gezien? Nee, ik vraag me af hoe we daar komen. En ik weet niet eens waar daar is. Die lama is zo schattig! Oh, en kijk! Het lijkt wel of daar een boodschap staat. Dat is oma's handtekening. Geniet van je paspoortavonturen, Polly. Gebruik de scooters. En veel plezier. Liefs, oma. Typisch oma om zo'n waanzinnige avonturenlandkaart voor me achter te laten. Want dat moet dit wel zijn, toch? Een magische avonturenlandkaart. Ja, dit is zo spannend, meiden. Polly, we moeten erachter komen hoe we bij deze plekken kunnen komen. Dat gaat ons zeker lukken. En ik zal onze avonturen filmen voor mijn vlog. Yes! Meiden, tijd om te eten. Snel, meiden. Go big! Je gelooft nooit wat we vandaag ontdekt hebben. Een mini-landkaart met magische plekken. Ik kom snel terug in de volgende vlog met meer info. En nu is het tijd voor pizza. Dag! Hoi allemaal, Polly hier. En welkom terug bij mijn vlog. Sinds ik deze landkaart heb ontdekt, kan ik aan niks anders denken. Ik kan niet wachten om deze magische plekken te ontdekken. Gaan jullie mee op avontuur? Ja! Ja. Wacht. Ik zet even mijn camera aan. Dit moeten we filmen voor de vlog. Tijd om te gaan. Tiny Power! Oké. Hoe komen we nu op deze bestemmingen? Je oma's boodschap had het over scooters. Eerst moeten we de landkaart in. Misschien is er een geheime code om binnen te komen. Hé, wat is dit? Dat lijkt wel... een paspoort? Dat bedoelde je oma dus met geniet van je paspoortavonturen. Hiermee kunnen we de landkaart verkennen. Maar hoe zou het werken? Als we klein worden door Tiny Power te zeggen en ons vast te houden aan de hanger... Wat zou er dan gebeuren als we Tiny Travel zeggen en ons vasthouden aan het paspoort? Goed idee, Polly. Tiny Travel!
moeten we Tiny Travel zeggen terwijl we het paspoort vasthouden en een plek op de landkaart aanwijzen. Oh, laten we het erop wagen. Zullen we de lama proberen? Tiny Travel! Het is gelukt! We zitten in de landkaart. We zijn op een muziekfestival. Jullie namen? Polly, Lila en Shani. Oh, jullie zijn aan de beurt. Schiet op, jullie zijn super laat. Hoe bedoel je laat? We zijn hier net. Volgens deze lijst gaan jullie dansen in de Lama Rama Talentenjacht. Huh? Wat? Hoe komen wij op die lijst? Oma, zij heeft ons vast opgegeven. Nou, zoals wij lama's altijd zeggen, de show moet doorgaan. Volg mij maar. Ik weet niet of ik wel durf op te treden voor zo'n groot publiek. We hebben niet eens kunnen repeteren. Geen paniek. We improviseren gewoon wat. En er is één lied dat we super goed kennen. It's a day. Superleuk! Maar hoe komen we nu weer thuis? Ik denk dat Shani wel een idee heeft. Tiny Travel Home! Moet je deze coole discobal zien die ik kreeg van Lama Den? Oké, volgende week gaan we weer een nieuw paspoortavontuur beleven. Er zijn nog zoveel nieuwe plekken op de landkaart om te verkennen. Dus tot snel voor meer paspoortavonturen. Dag! Terug bij mijn vlog. Zoals je ziet zijn we helemaal klaar voor Halloween. Kostuums, snoepjes, griezelen! Normaal gaan we altijd met Nicholas langs de deuren om snoep op te halen, maar gek genoeg zei hij dat hij niet kon dit jaar. Dus hebben we een nieuw plan bedacht. Een Griezel Tiny Travel avontuur. Tiny Power! Nou, waar gaan we naartoe? Het pretpark. Yes! Tiny Travel! Dit verlaten pretpark is al griezelig genoeg van zichzelf. Maar het is wel supercool dat we hem helemaal voor onszelf hebben. Ja! Weet je wat dat betekent? Geen rijen! Laten we gaan! Zag je dat? Volgens mij was dat een spook. Dat beeld je gewoon in door de griezelige sfeer. Laten we ergens anders ingaan. Oh. Hey, zagen jullie die pompoen daar ook? Misschien zijn we hier toch niet helemaal alleen. Vreemd. Dat kan toch niet? Wij zijn de enige op het hele terrein. Huh? Huh? Wat was dat? Shani, je had gelijk. Het spookte inderdaad echt in het pretpark. Dit is mij iets te griezelig. Nicholas? Gefopt. Weet je nog hoe je mij vorig jaar te grazen nam, Polly? Ga weg, ga weg, ga weg! Ga weg, ga weg! Dus dit jaar heb ik je teruggepakt. Goeie, Nicholas. Wat een supergrap. En ik moet je eigenlijk bedanken, want ik kwam op het idee toen ik naar je vlog keek.
Maar Nicholas, hoe ben je hier gekomen? Nou, daar heeft je oma zich misschien wel mee bemoeid. Natuurlijk! Dankzij haar kon ik hier al eerder zijn om alle griezelgrappen klaar te zetten. Oké, dit was echt legendarisch. Maar het is genoeg geweest, want nu is het tijd voor ritjes! Dit was echt de leukste Halloween aller tijden! Yes. Fijne Halloween allemaal! Neem volgende week weer een kijkje op mijn kanaal voor een nieuw paspoortavontuur. Dag! Hoi allemaal! Polly, Shani en Lila hier! Nu we een magische sterrenknop hebben, is onze landkaart nog veel leuker. Wie is er klaar voor een nieuw paspoortavontuur? Ik! Ik wil Lamaland zo graag nog wat verder verkennen. Oh, we gaan ervoor! Tiny Power! Ja! Tiny Travels! Hallo! Oh, fijn! Jullie zijn precies op tijd voor het knutselcongres van vandaag. Ik breng jullie naar je plek. Onze plek? Welke plek? Bedankt. Ik heet Dan. Oh ja, bedankt Dan. Maar we hebben ons toch nergens voor opgegeven? Ik denk dat het wel duidelijk is dat oma Pocket hier waarschijnlijk ook weer achter zit. Nou, het klinkt allemaal te gek. Maar het enige probleem is, we hebben niks te knutselen. Snel, Polly. Denk terug aan de vlogs. Wat kunnen we als knutselinspiratie gebruiken? Even denken. Ik weet het! We kunnen vriendschapsarmbandjes maken. Wacht. Oh nee, dat kan helemaal niet. Want we hebben geen spullen om mee te knutselen. We kunnen met de sterrenknop zo naar het pakje sap reizen. En dan maken we van de muzikale stenen bij de rivier kralen voor de armbandjes. En deze linten die ik bewaard heb uit Eenhoornland kunnen we mooi als touw gebruiken. Briljant plan, team! Ik denk dat we wel klaar zijn om terug te gaan. Dames, heren en lama's, het knutselcongres opent zo zijn deuren. 3, 2, 1. Phew, net op tijd. Kijk eens wie daar zijn. Dat zijn Aliana en Prinses Rain. Hoi meiden. Wat leuk om jullie hier te zien. En wat zijn dat? Doe je ogen maar dicht en steek je armen maar uit. Oh, dit ga ik filmen voor mijn vlog. Dit zijn vriendschapsarmbandjes. Om onze vrienden eraan te herinneren dat ze altijd op ons kunnen rekenen. Wat schitterend! Wat een geweldig cadeau. Bedankt voor de knutselinspo. En hier, dit heb ik voor jullie meegenomen. Dankjewel! Fijn dat jullie het mooi vinden. Dit is te gek! Oké, meiden. We gaan er vandoor. Tot snel! Dag! We zien je volgende week voor een nieuw paspoortavontuur. Het is Aliana. Er is vanavond een zangwedstrijd in het pretpark. Oh, wat cool! Dit is zo spannend! Ik weet het. Hoe cool is het dat ze je vanuit de ruimte kan appen? Denk je dat we mee mogen doen? Kun je ons inschrijven? Misschien heeft oma dat wel al gedaan. Jullie staan er al op. Lach, Smiley. Yes! Die zomerzanglessen zijn dus niet voor niets geweest. We kunnen dat nieuwe nummer wel doen dat we geoefend hebben. Het is tijd om mijn drumskills te laten zien.
En mijn elektrische gitaarskills. Oké. Het pretpark is perfect om ons nieuwe nummer te laten horen. Tiny Power! Tiny Travel! Heel raars gebeurd en nu doen de lichten het niet meer. We kunnen toch niet optreden zonder lichten? Oh, meiden, weten jullie nog de discoballentuin in Lamaland? Je weet wel, het is net een doodgewone moestuin, maar dan met discoballen. Oh ja, laat ons maar, wij regelen dit. Klaar, meiden? Oh, hey, hallo! Hebben jullie ook zo zin in glittertuinieren? Soort van. We vroegen ons af of we misschien een paar discoballen mogen lenen. De zangwedstrijd in het pretpark kan niet doorgaan, tenzij wij ze helpen met de podiumlichten. Wow, een show die niet doorgaat? Echt niet. Wij lama's zijn helemaal voor het steunen van de kunst. Dus neem zoveel ballen mee als je wilt. Echt heel erg bedankt, Dan. Je bent echt de beste. Ik heb nog een klein glittercadeautje voor jullie. Oh, wat prachtig. Nogmaals bedankt. Deze zijn echt perfect voor de lichtshow. Zijn jullie klaar voor de special effects? Ja! Dus echt de meest fantastische droom. Ik ging skateboarden op de regenboog glitterringen van Saturnus. Ah. Oeh, perfecte timing. Wij gaan samen skaten in de ruimte tijdens een nieuw paspoortavontuur. Het gebrek aan zwaartekracht is misschien nog een probleempje, maar dat lossen we wel op. Dit wordt zo cool. Tiny Power. Oeh. Moet je die ringen zien, Shani? En met Tiny Travel, wat? Ah. Oh, oeps. Nou, laten we de zwaartekracht even gaan testen. Polly! Huh? Wacht, waar is Lila? Oh nee, liet ik... je een klein beetje meeslepen? ja, ik los het meteen op. Tiny Travel Home! Oeh! Het spijt me vreselijk, Lila. We proberen het nog eens. Tiny Travel! Oké, we zijn compleet. Rollen maar. Wacht, er is nog wel één klein dingetje. Skates? Oh nee, ik besefte niet dat jullie die niet hebben. Sorry meiden. Maar weet je, ik heb er een paar zien liggen in Eenhoornland. Zullen we die gaan halen? Ja! Yay! Dus de skates lagen bij de regenboogwip. Woe! Het spijt me dat mijn plan niet werkt, meiden. Het is oké, Polly. Dan skaten we toch een andere keer. Oh, hey! Hey, meiden. Wat zijn jullie aan het doen? We wilden hier komen skaten, maar we zijn onze skates vergeten. Wat een toeval. Ik hoopte al dat ik jullie tegen zou komen, want ik heb deze voor jullie meegebracht. Heel erg bedankt, prinses Rain. En zullen we die droom dan nu eens laten uitkomen, Polly? Laten we gaan. Soms vinden we iets zo leuk en spannend dat we vergeten te plannen. Maar gelukkig heb ik vrienden die me altijd zullen helpen. Of in dit geval aan een stel skates. Oké,
Nu is het tijd voor een flinke portie ruimteskaten. Tot volgende week!